Welkom aan allen hier aanwezig. We gedenken vandaag de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van de oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Zullen we samen nadenken, terugdenken aan de dingen uit een andere tijd? Zolang we nog kunnen herdenken, raakt dit nog niet kwijt. Zullen we samen herinneren, bedenken hoe het verleden onze toekomst bepaalt? Het altijd blijven proberen, ook als we zijn verdwaald. Zullen we samen niet vergeten, niet meer wegdenken wat er is gebeurd, maar leren beseffen te weten, tot ons verleden verkleurt. Laten we samen denken, leven in stilte. Laten we naar elkaar luisteren, leven met onze tranen. Laten we samen hopen dat wij hier altijd stil bij blijven staan. Laurens Strik van de Vereniging de Laarbeekse Veteranen leest de namen voor. Wilhelmus Peters uit Beekendonk, 27 jaar, omgekomen in Beekendonk op 11 mei 1940 tijdens de Duitse inval. Soldaat Matthijs Verkijk uit Stolkwijk, 32 jaar, eveneens gesneuveld op 11 mei 1940 te Beekendonk. Ik lees nu een gedicht van Flor Gauss voor. In deze tijd van vrede in mijn leven is het lastig te bevatten dat 80 jaar geleden, op de plek waar ik nu sta, mensen stierven voor mijn vrede. Mensen stierven voor mijn vrijheid. En wat raar om te bedenken dat op dit moment, op deze aarde, er nog steeds mensen sterven voor de vrede en de vrijheid. Voor een jongen, net als ik, zodat hij later, net als ik, over 80 jaar mag klagen over school en huiswerk, in plaats van bang te zijn voor de bommen en de dood. Ik ga een gedicht voorlezen van Wendeline Braaksma. 2 minuten. 2 minuten terugdenken. Herdenken. Meeleven met de slachtoffers. Op een plek waar we geen oorlog kennen. Waar we gaan, waar we geen oorlog willen kennen. 2 minuten terugdenken. Bedenken hoe het voor hen was. 2 minuten stilte om te laten zien wat het voor ons betekent. Dat wij vrijheid kennen. 2 minuten stilte op een plek waar vrijheid is. Ik ga een gedicht voorlezen van Irma Moekestorm. Vrijheid. Hoe zou het zijn als ieder moment je angst zou bezorgen? Angst voor de avond, angst voor de morgen. Hoe zou het zijn als er op elke hoek gevaar zou dreigen? Angst om te praten, angst om te zwijgen. Hoe zou het zijn als je je nergens veilig zou wanen? Angst om te lachen, angst voor je tranen. Hoe zou het zijn? Angst voor de dood, angst voor het front. Hoe zou het zijn als vrijheid niet bestond? The unbeatable force to bear with unbearable sorrow. To run when the brave dare not go, to ride. Verenigd in stilte staan we zo dadelijk stil bij het monument. 2 minuten zijn we stil.
Twee minuten om onze gedachten te laten gaan naar de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. Wij denken de miljoenen mensen die om het leven kwamen. De Joden, de Sinti, de Roma. De mensen die vanwege hun seksuele geaardheid werden vervolgd. Onze militairen, de verzetstrijders en de bondgenoten die het leven lieten voor onze bevrijding en vrijheid. En alle anderen die omkwamen, niet alleen hier in Laarbeek en in Nederland, maar ook in Nederlands-Indië en tijdens latere oorlogssituaties in andere delen van de wereld. En iedereen die een bloem heeft, mag deze nu bij het monument neerleggen.